Dus net zo groot als IJslanders. Ja. Kijk, dat is weer een poortje. Dat vindt ze nog griezelig. Dat is handig. Iets nieuws. Ja. Ja, misschien een hele poort. Dan is het groter. Ja, ja, minder bedreigend kunnen ze doen. Ja. Nou is het groot. Ah, zo mijn beweging. Alex, ja. Hallo. Kom maar, blijf maar even hier. Want Lisa en Michla is ook best nieuw, hè? Je moet elkaar leren kennen. Oh, kijk eens. En jij hebt geen laarzen aan. Even kijken wat er gebeurt. Ja, maar ik wilde jij nou ook graag even uit de wijk blijven. Waarom? Omdat het voor de vuur is alles nieuw. Je moet de anderen nog leren kennen. Is groter dan Islander. Ik zei het toch. Lopen ze zo allemaal in het Oh, dat is zielig voor de hele. Ja. Niet slaan. Niks meer mooi, hè? Dan moet zich toch uitwijzen. Dat weet ik ook al. Het is wel goed. Het is wel goed. Het gaat best snel. Ja, ja, lekker toch? Lekker makkelijk. Die Mary's die hebben zoiets van, oké. Okay. Volgens mij is het... Ja, twee tantes heeft ze. Wel een beetje lilliputtertantes. Oh. Ja. Oh, een lilliputtertantes. Maar goed, had je dat verwacht? Dat die nu wel groter was als die twee dan? Ja. Wel, had je dat gedaan? Ja, dat heb ik. Meestal. Ja, dat vind ik niet gek, Sanne. Want die dingen... Waar was je hierbij toen, hè? In Dennis van Waalwijk? Ja, Friesveulen. Bij die jaarling. De jaarling, die had toen wel een jaarling Fries en een veulen Fries dan. Er was veulen erbij gewacht, die liep ook zo buiten. En die jaarling, die was echt bezig van, ja, maar dat is mijn werk. Oh, ja, ja. Maar toen kwam de grootste gat, die jaarling kon nu de stal niet in krijgen. Die wilde niet naar binnen, die had al een mooie stalletje staan. En het veulen was daar zijn aan, had hij al meer gestuurd. Het veulen was mooi in de stal gaan liggen, lekker warm en droog. En die at daar lekker brokjes en alles. En die jaarling stond eigenlijk met de neus zo van, zag we er wel of niet in gaan. Maar ze hadden dus duidelijk wie nu is. Ja. Veulen had de stal en de jaarling was buiten, punt. Dat is snel bepaald. Ja, dat hadden ze zo bepaald. Ja. Maar zou het iets uitmaken dat die twee IJslanders hebben allebei ook al veulens gehad? Nee. Nee, meestal scheelt wel dat ze wat meer respect voor de veulen hebben. Maar veulens mogen meestal overal bij. Ja.
Ja, ze is ook nog hartstikke jong natuurlijk. Ja. Nou, ze is toch. Okay.